man out and stunting. Action ready for the thumping. Good morning, wakey wakey. Welkom bij mijn morning routine. Mijn wekker is zojuist afgegaan. Het is ongeveer 8 uur, 8:30. Dan word ik altijd wakker. Soms met wekker en soms zonder. Ik vind het fijn om altijd nog wel eventjes een beetje te liggen. Om even goed wakker te worden en mentally get ready. En je ziet dat ik al heel gauw ook grijp naar mijn telefoon. Dat is helaas echt een hele slechte habit, maar dat is iets wat ik altijd doe. Het eerste wat ik doe in de ochtend, ik pak mijn telefoon. En ik ga even 15 minuten, 20 minuten op mijn telefoon zitten. Kijken wat ik allemaal heb gemist. Misschien nog even de appjes terug beantwoorden. Want dat gebeurt ook. En dan denk ik, oké, ik heb alweer veel te lang in bed gezeten. Ik moet opstaan en ik moet echt eventjes mezelf klaar gaan maken voor de dag. Nou, dan kom ik de badkamer binnen en dan ga ik altijd eventjes kijken naar mijn gezicht. Ja, of ik er nog steeds hetzelfde uitzie als de dag ervoor. De douche alvast aanzetten. Als de badkamer heel koud is, dan doe ik altijd eerst eventjes de douchekraan open. Om eventjes de badkamer op te warmen. Ik heb mijn slaapmuts afgedaan. Ik vind het een heel fijn ding, want het beschermt je haar. En in de ochtend kam ik mijn haar dan nog eventjes. Verder ga ik gelijk door. Oh jeetje, dat gaat wel heel snel zo hoor. Ik moet even, zie je hem even bij de les blijven? Ja, even tanden poetsen. Ja, dat hoort er natuurlijk bij. En ik slaap trouwens ook met sieraden om. Zoals je hier ziet heb ik echt een hele mooie ketting om. Ik dacht ik laat het wel zien, want ik krijg daar ook heel vaak heel veel vraag naar. En deze mooie armband. En deze zijn van Ana Louise. Dus daar zal ik ook even een linkje van toevoegen onderin de video. Nou, ik heb net dus lekker gedoucht. En wat ga ik nu doen? Ik ben heel benieuwd. Oh ja, dat ging ik doen. Ja, nou, wat leuk dit. Ik heb al een tijdje gebruik ik deze, hoe noem je dat? Ja, hoe heet zoiets? Nou, ja, nu ben ik de naam ervan kwijt. Wat vervelend dit zeg. Ik ben hier zo slecht in. Deodorant. Oh shit, ja. Wat ga ik hier doen? Ik begin met mijn skincare routine. Ja, nou, nadat ik heb gedoucht ga ik alvast de basis zetten van mijn skincare. En daar gebruik ik 3 verschillende producten voor. Wel van hetzelfde merk. En dat is van SkinCeuticals. Mochten jullie hier een wat uitgebreidere video van willen, laat dat dan even weten. Maar zoals jullie zien heb ik hier al 3 verschillende potjes die ik ga gebruiken. En en dit is dan de laatste, de B5. Dit probeer ik elke dag te doen. Lukt me niet altijd. Maar als ik weet dat ik bijvoorbeeld make-up ga zetten of ik ga naar buiten en ik word echt heel veel exposed aan de buitenlucht, dan doe ik dit wel. En als ik thuis blijf, dan doe ik het natuurlijk niet. Nou, ik verblijf natuurlijk in het G-Hotel, want ik heb hier een staycation en ze hebben een heerlijk ontbijt gebracht. Dus meestal ga ik, nadat ik mijn skincare heb gedaan, eventjes ontbijten en natuurlijk naar Temptation kijken. Want ik ben sinds kort begonnen en I'm hooked. Dus we gaan lekker de skincare goed laten intrekken en we gaan aan het ontbijtje beginnen. Heerlijk, echt holiday vibes. Ik kijk er nu weer naar en ik denk, ah, I want to go back. Take me back. En dan ga ik natuurlijk gewoon kijken naar Temptation. Want dat is gewoon pure leedvermaak. Oh, ik heb er ook nog een stukje ingezet. Van wat ik bedoel met leedvermaak. Nah, Gregory, jongen. Why is she doing you like that? Eerlijk. Je moet je niet laten kennen, bro. Je wist dat toch, bro. Come on. Nou ja, goed. Dan gaan we verder. ik ben weer terug in de badkamer. Ik heb ook eventjes iets anders aangetrokken. Dat zit gewoon lekker wat luchtiger. Ik ga nu mijn make-up aanbrengen. Ik begin met een primer. Dit is een heel proces, het aanbrengen van een make-up. Ik heb besloten om dit gewoon te versnellen in deze video. Anders duurt het super lang. En deze video duurt al lang genoeg. Dus ik heb het gewoon versneld, maar ik heb het wel opgenomen. Dus als jullie dit proces helemaal willen zien, laat het ook eventjes weten. Dan maak ik daar natuurlijk gewoon een aparte video voor. Maar ik had vandaag dus zin om helemaal all out, all in te gaan. En ik ben dus helemaal losgegaan met de make-up. En ik heb er wel
iets leuks en gezelligs van gemaakt. Oh, ik ben ook nog even aan het dansen. Nou, ik ben hier klaar. Nu komt het moeilijkste gedeelte. Oh, wat ga je doen, Siham? Oh ja, de camera even recht zetten. Ja. Oké, ja, nee, schat. Het staat echt helemaal goed. Maak je maar niet druk. We gaan de outfit uitkiezen. Ja. Wat ga ik aandoen? En ik heb deze leuke rode jurk. En dan deze zwarte. Dit is allemaal van de Zara trouwens. Ik besef nu dat ik... ik had die dag alleen maar jurken meegenomen. Ik weet niet wat me bezielde. Want ik ging gewoon daarna natuurlijk werken. Maar ja, ik moest even kijken wat ik aan ging trekken. Ik had gelukkig wel een spijkerbroek bij me. Dat zit wat comfortabeler dan heel de dag in een jurk lopen. En ik had ook nog een volle rok bij me met een heel schattig bijpassend truitje. Dit zijn eigenlijk de opties die ik had. En ik zie dat ik inderdaad ook niet wist wat ik aan moest doen. Dat duurt ook altijd wel even. Maar dit is hem geworden. Deze zwarte jurk van de Zara. Hij is echt super dun van stof. Gelukkig was het ook niet zo koud buiten. En dat ga ik ook aantrekken met deze Zara laarzen. Maar ik heb blijkbaar ook andere laarzen bij me. Ja, we hebben ook andere laarzen. Die ga ik even uitproberen. Oh, er zit ook nog een sticker op, want ze zijn nieuw. Nou, lekker bezig, zie. Lekker bezig. Ja, ze zijn heel hoog, zoals je ziet. Helemaal niet comfy. Maar ze zijn wel echt super mooi en ik heb ze nooit aangehad. Dus ik dacht, dit is misschien mijn kans om ze aan te trekken. Oh, doe ook die andere aan en dan ga ik even kijken welke beter staat. Nou, wat vinden jullie? Links of rechts? Ja, je ziet niet heel veel verschil. Behalve dat de ene wat strakker om mijn been heen zit en de ander niet. Ja. Ik weet nog dat ik dat inderdaad eventjes een moeilijke keus vond. Nou, zie hem. Wat wordt het? Make up your mind. Oh, je gaat nog even kijken in de kast of er echt niks ligt. Nee, schat. Dit is alles wat je hebt meegenomen. Dit is echt waar je het mee moet doen. Ja. Dus, wat wordt het? Oh. Het wordt een witte laars. Het wordt een witte laars. Oké. Okay. Ja, die had je ook nog mee. Met je witte tas. Kijk, schat. You look good. You look fine. Ja, ik ben overgehaald. Echt. Je hoeft me echt niet nog meer te laten zien. I'm good. Nou, dan gaan we dus naar het laatste gedeelte. En dat is wat ik soms wel eens vergeet. Mijn sieraden, terwijl ik eigenlijk helemaal niet zonder mijn sieraden kan. Zoals bijvoorbeeld mijn trouwringen. En ik heb één favoriete ring. Die ik heel graag draag. En dat is deze. En die is ook van Ana Louise. Absolutely love it. Past ook goed bij de rest van mijn sieraden. En ik zal daar ook een link van plaatsen voor jullie. Onderaan deze video. Nou, dan gaan we onze jas aandoen. Of wat ga ik pakken? Ja, mijn jas. Ja. Want, Siham, je bent al een paar uur bezig. Altijd kom je pas om 2-3 uur aankakken op kantoor. Maar nu weet ik ook waarom, als ik zo terugkijk. Eventjes de tas inpakken. Ik ga ook altijd als een pakezel naar werk. Ik heb zoveel dingen mee. Bedrading, crackers, laptop, camera, mohim, alle equipment. Het lijkt wel alsof ik een film ga draaien daar. Oplader, dat vooral niet vergeten. Dit is mijn werktas, deze grote grijze tas. Dus als jullie mij zien met deze tas buiten, dan weten jullie. Ze gaat werken. Oh, en ook iets heel belangrijks wat ik altijd doe, is ik neem wel altijd een protein shake mee. En dan vul ik gewoon echt één hele grote scoop. En ik zorg ervoor dat ik altijd wel één proteïne shake bij me heb. Vooral omdat ik weet dat ik de hele dag buiten ga zijn. Dan heb ik tenminste mijn eiwitten mee. Nou, dat was het. Oh, ga je nu weg? Wat ga je doen? Oh, nee, nog niet. Oh, ik wil nog even laten zien dat ik ook lekker ruik als ik naar werk ga. Dus ik spuit nog eventjes lekker parfumetje. Ja. Nou, dat was hem. Dank jullie wel voor het kijken naar mijn Get Ready. Dit is ongeveer hoe een ochtend slash middag eruit ziet bij mij. Als ik echt mijn tijd neem om lekker gewoon rustig mezelf klaar te maken voor de dag. Het duurt een paar uur, maar ja, dan heb je ook gewoon wel wat. Dank jullie wel voor het kijken. En als jullie andere video's willen zien, vergeet dan niet om te abonneren. Batman, oh, dance, stunting. Action, ready for the thumping.